om het in naast andere gewassen goed te doen, in plaats van in monocultuur zich te ontwikkelen. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe boerderij uitgelicht. We kijken weer naar de mooiste reportages op boerderij.nl en werpen een blik op de boerderij van deze week. Ook sprak ik met mijn collega Leo Tolhuizen over de opkomst van strokenteelt in de gangbare akkerbouw. Een vlot geboorteproces zorgt voor een hogere overlevingskans van biggen, maar ook voor een vitalere zeug in het kraamhok. In een uitgebreid artikel gaat Judith Waningen in op het geboorteproces. Ook geeft ze tips waar je op moet letten bij de geboorteplanning. In het mineralenbeleid wint het nieuw idee snel terrein. De afrekenbare stoffenbalans. Doel in plaats van middelvoorschriften en de boer weer zelf aan het roer. Redacteur Johan Oppenwal vertelt meer over dit nieuwe idee. De bodem krijgt op het gemiddelde melkveebedrijf niet de aandacht die het verdient. Het belang ervan neemt echter toe. Veehouders hebben een belangrijke troef in handen, grasland. Hoe dat precies zit, legt redacteur René Stevens uit in het vakdeel Rundveehouderij. Het concept van strokenteelt wordt vaak gebruikt als voorbeeld van hoe biodiversiteit en landbouw samen kunnen gaan. Het systeem is nogal afwijkend, maar inmiddels wordt niet alleen maar meer geroepen dat het niet kan, schrijft Leo Tolhuizen. Ik sprak hem daarover. Hoi Leo, leuk dat ik jou via deze manier mag spreken. Ja, je hebt een artikel geschreven over strokenteelt en ik ben wel erg benieuwd wat jij... wat verstaan we nou eigenlijk precies onder een strook in strokenteelt? Ja, een strook. Een strook is een eenheid gewas. Zo kun je het zeggen die als zodanig nog te bewerken is. Dat betekent voor Nederland een minimum van 3 meter breed. Dat is de standaard machinebreedte. Nou, dan kun je een veelvoud van 3, 6, 9 enzovoort kun je doorgaan. Algemeen geldt dat hoe smaller de strook, hoe beter de ecologie. Dus hoe beter het effect ervan op de natuurlijke vijanden en op de biodiversiteit. Mm-hmm. Maar je ziet ook wel stroken van een spuitboombreedte, 29 tot 42 meter. En die hebben dan misschien minder effect op de biodiversiteit in en op de bodem. Meer, of in ieder geval wel zeker op de vogelstand bijvoorbeeld. Dat worden afgewisseld door natuurstroken. Dus dat kan dan wel goed werken. En landschappelijk, stroken van 40 of 36 meter, die doen het in het landschap heel anders als percelen van 20 hectare groot. En dat wordt door mensen wel aantrekkelijk gevonden. Ja, precies. En wat is de meest gangbare strook in Nederland? Ik denk dat er in de biolandbouw een enkeling 1,5 meter gebruikt, dat is heel, heel klein. 3 meter en verder 6 meter, 12 meter. Nou, maar dan houdt het eigenlijk wel een beetje op als je het echt een strokenteelt nog blijft noemen. Ja, precies. En waar lopen strokentelers, waar zie je dat zij tegenaan lopen in die teelt? Nou, de gewassen goed naast elkaar plannen. Welk gewas naast welk gewas doet het erg goed. Daar wordt nog diep over nagedacht. En dus welke natuurlijke vijanden in de ene strook doen het goed aan in de strook daarnaast. Beregening. Wanneer je een strook hebt die water nodig heeft van 6 meter breed. En je hebt een beregeningskanon wat 100 tot 150 meter breed sproeit. Ja. Ja, dan ga je ook over de graan die misschien net aan het afrijpen is of de erwten die in bloei staan. Dat is niet erg handig. Nee, precies. Daar zijn wel oplossingen voor. Ja, je kunt met druppelirrigatie kun je aan de gang of met een spuitboom met slangetjes gaan. Dat kan wel. Hetzelfde geldt ook een beetje voor de, als je blijft spuiten, dat een 36 meter breed en je gaat met secties aan de gang. Dat kan. Dan heb je ook een extra kandoppen nodig. Dus ja. Er zijn wat dingetjes die opgelost worden. Maar, het is ook wat kostbaarder dus. Het is wat kostbaarder. En daar staat niet, dat kan de kostenbesparing tegenover staan, minder middel. Maar niet altijd een meerprijs voor product uit strokenteelt. Nee, precies. En je geeft ook aan in je artikel dat volveldstelers, die kunnen nog wat leren van de strokentelers. Op welke manier zie jij dat? Nou, als je kijkt naar de CZTV, de coöperatie, de akkerbouwcoöperatie in Zuidwest-Nederland, vooral ja. Zuidwest-Nederland.
Die is nauw betrokken bij een project Natuurakker in West-Brabant. En die zeggen alles wat wij daar meer leren, bijleren over geïntegreerde bestrijding, meer afweging van wanneer wel chemie, wanneer geen chemie, daar kunnen wij onze gangbare telers, volveldstelers, mee helpen, die ook in de richting moeten naar minder chemie, minder residu. Ja, en welke ontwikkelingen, zie jij nog ontwikkelingen eigenlijk op het gebied van strokenteelt? Wat ik net al zei, is de afweging van welke gewassen doen het naast elkaar het beste, om maximaal te profiteren van de biodiversiteit. En daarnaast rasontwikkelingen, waarbij ook rassen speciaal worden ontwikkeld. En dat staat echt in de kinderschoenen, om het naast andere gewassen goed te doen, in plaats van in monocultuur zich te ontwikkelen. Mm-hmm. Heel pril, bijvoorbeeld kweekbedrijf Vitalis, die is daarmee bezig. Maar dat is wel iets van een lange adem. Wat nog wel even van duren voordat dat erdoor is. Ja, dat doe je niet met de vingerknip eventjes. Nee, precies. Nou Leo, dankjewel voor deze inzichten op het gebied van strokenteelt. Ja, oké. Okay. Vorig jaar volgde boerderij de bedrijfsverplaatsing van VOF Zinneveld. We namen onlangs opnieuw een kijkje en zagen het eindresultaat. Ben je benieuwd naar dit bedrijf? Op boerderij.nl vind je een uitgebreide fotoreportage. Heb jij de ambitie om in het buitenland te boeren? In Slowakije staat een akkerbouwbedrijf van 1100 hectare te koop met deels eigen grond. Op onze website lees je nu alles over dit bedrijf. Varkens kunnen niet of nauwelijks zweten en hebben snel last van hittestress. Op boerderij.nl vertellen 3 varkenshouders over de recente investering in hittemaatregelen om jaar rond een zo'n optimaal en stabiel mogelijk klimaat in de stal te houden. Dit was Boerderij Uitgelicht. Je vindt de boerderij van deze week in onze digitale kiosk. De links naar de online artikelen vind je onder deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.